Wat op kijkers, het is je boy Facts weer van de 1104. Kuskuske. Hoor dan kijkers. Vandaag is een nieuwe dag, een nieuw begin. En welkom bij de Quarter by Facts Show. Vandaag zijn we terug bij een Q&A. Q&A 2. Dat gaat over relaties. Facts heeft een paar matties uitgenodigd en een paar dames om het topic relaties te bespreken. Maar kijkers, heb jij een relatie? Is het nodig om je partner zijn wachtwoord te hebben? Social media. Vind je dat nodig? Nooit. Nee, in mijn geval, ik ben dom als je wachtwoord lang is. Ik vergeet het. Ik ga het toch niet weten. Nee man, ik vind dat niet nodig is. Omdat, ja, ik vertrouw je gewoon 100% zeker. En voor mij hoeft het eigenlijk niet. Luister dan. Kijk, voordat we een relatie hebben, net dat die relationship gaat beginnen, baar ik al van, hey, ik heb jouw wachtwoord niet, jij hebt mijn wachtwoord niet. Weet je waarom? Ik vertrouw je. No man, ik vind gewoon dat het mag hoor. Als hij het wilt, neemt hij het, maar zo niet, dan niet. Ja, zeker. Ik moet weten wat daar gebeurt achter zijn schermpje, toch? Ik hoef niet per se op je story te staan of Insta of dit, dat, of hoe dat aan, of je snap wachtwoord. Ik hoef dat niet. Oké. En wat vind jij? Jij bent zeker die lieve killer. Jij bent zeker die lieve. Ik ben te lief. Alleen van Insta, dan mag ik je wachtwoord. Anders niet, dan doe wat je wilt. Als ik er ooit achter kom dat jij wat doet, heb je het probleem. Mag je partner reageren op zijn of haar DM's? Nee, dat gaan we niet doen! Van mij mag ze reageren, zolang ze reageert met die blok. Nou, bij mij maakt het echt niet uit dat ik reageer. Je bent verantwoordelijk voor wat je zelf doet, man. Dus ik ga er niet eens op in. Ja, van mij mag ze reageren. Ik vertrouw haar. Nee, hij mag niet reageren. Als hij reageert, reageert hij met deze drie woorden. Ik ben bezet. Ja, dus reageert erop. Dus het maakt jou niet uit of je wife reageert op DM's of niet. Dus als zij reageert op een killse DM, oh, je ziet er leuk uit, haha, dankjewel, jij ook. Je vindt niet erg? Nee, maar waarom? Je vindt niet erg? Eind van de dag heet ik het nog steeds, dus ja. Het enige wat hij mag zeggen is, ik heb een wife. En dan klaar, blok alles. Luister, kan je nu wenken? Reageer mijn wife in de DM, ik reageer. Hoe oud ben je? 24. Waar woon je? Daar. Kom afspreken. Ik ben daar en ik roof je. Ik ga mijn wife zo erg trainen. Ik ga er zoveel trainingen geven. 4 keer per dag hoe zij moet reageren op DM's. Ik wil dat zij zegt, dat zij teken is, dat ze een nigger heeft, dat haar nigger een grotere dik heeft, dat haar nigger alles heeft, alles pakket. Dan mag zij reageren op DM's. Dan mag hij reageren, maar onder mijn toezicht. Anders helemaal totaal niet. Heb je gehoord? Hij geeft gewoon antwoord met, ik ben bijvoorbeeld 19. En waar hij woont hoeft hij niet te zeggen, want dat is niet relevant als hij je niet kent. Je mag reageren. Maar fuck dan, zometeen komen ze met, hey mama, how you doing? Ik zag je nog voor het laatst, mag ik je nummer nog? Want het was een beetje laat toch? En weet je wat het ook is van die DM's? Ik ga je nu zeggen, het is een trigger. Het is net een valstrik. Het is net als een hengel. En jij weet welke hengel het bedoelt, toch? Dat is super rot. Je pakt die hengel en je gooit hem uit. Die chickie, ze vangt hem. Haar, ze bijt erin. Alle dam. Het is dom, het is makkelijk. Hoe vaak ga je naar gym? Oké dan. Mag ik met je mee? We kunnen samen gymmen. Je zoekt een gympartner, ik word je gympartner. Maar wat gaat ze zeggen? Maar oké, wat gaat ze zeggen? Geef ze de nummer of geef ze het niet? Ze geeft sowieso de nummer, fuck jou ook. No, maar dan ga ik de backdrop geven, maar rot op, ben je gek in je hoezo? Nog gewoon. Hoezo? Je gaat je nummer, kijk. Je bent mijn wife, dus ik vertrouw je. We hebben een band. Weet je toch? We gaan dat niet verbreken. Als je het verbreekt, breek ik jou ook. Kijk, ik vind gewoon dat op het moment dat iemand jou een DM stuurt en jij bent gewoon zo makkelijk om daarop te reageren, vind ik je zwak, man. Nee, man. Voor wat wil je reageren? Zoek je nieuwe kut? Hè? Ik heb al een wife, ik ben bezet. Klaar. Bestaat er een goede reden om vreemd te gaan? Weet je wanneer je vreemd mag gaan? Kijk, de ding is zo van, als ze slecht nek geeft, dan mag je vreemd gaan. Er is één reden waarop mijn wife vreemd mag gaan. En ik ook. Luister, als Beyoncé tegen mij zegt, jij mag mij vandaag kaatsen, mijn wifey moet mij vreemd laten gaan. Ze moet mij vreemd laten gaan. Ik zou er ook met Chris Brown laten gaan. Weet je waarom? Ik bekritiseer je op die nek. Als jij zo op me dolo zo gaat zuigen, zo helemaal zwakkie zo. Ik ga je sowieso een onvoldoende geven. Eva, weet toch? Dat was een andere nigger. Die nigger zegt tegen Eva, chap die appel. Chap die appel. Ze heeft de hele wereld vernietigd. Hey. Zij was vreemd gegaan op dat moment. Ze had honger. Ik snap het. Ze had honger. En dat was haar reden om vreemd te gaan. Dus er is wel degelijk een reden om vreemd te gaan. Veel spuug allemaal. Hey. Daar ga ik mama op papa. Bro,
Als Gaddo de aartsengel Michael naar beneden stuurt om jou te zeggen van hé, luister dan. Hij is beter dan jou dan Glenn. Dan kan je vreemd gaan. Ding, ik weet. Als hij het doet, klaar. Doei. I don't care. Dus je hoort via je vriendinnen, ze hebben bewijs. Screenshot. Je mattie gaat vreemd. Ik klap je en ik ga weg. Doei. Je wilt hem niet terugpakken? Nee, waarom zou ik hem terug moeten pakken? Ik ben volwassen genoeg om dat niet te gaan doen. Om die nek gewoon. Ik ga gewoon vreemd gaan als ze zwarte nek heeft. Ze koopt voor je, ze maakt schoon. Ze strijkt je kleren. En dan ze is slim. Ze heeft wel oké seks. Alleen niet. Het is gewoon niet zo'n topper daarin, maar dan ga je daarom vreemd gaan. Kijk, ik geef ze een... Ze heeft nog geld, alles, hè. Ze heeft huis, alles. Ik geef ze een kans. Ik geef je een maand de kans. Als die nek niet naar een 5,5 gaat, dan jai ik je. Dan maar jij moet het dan wel leren, toch? Want anders gaat ze het sowieso, ik drukte zo naar me. Ik kijk haar aan, ik zeg look at me. Look at me. Je gelooft in karma, toch? Ja. Oké, ik geloof. Dat je de werk van karma mag doen. Ik geloof. Nee, dat je... zo werkt het universum niet. Jawel, mijn universum werkt. Nee, dat werkt niet zo. Ik doe de werk voor karma. Ja, karma, ga lekker rusten. Neem een plek, ga zitten. Ik boek een hotel voor jou. Ik ga jouw werk doen. Ik pak haar terug. God have mercy. Nee. Als je vreemd wil gaan en je weet dat je vreemd wil gaan, dump diegene en ga gewoon met diegene die je wilt zijn. Natuurlijk moet je niet vreemd gaan. Hoe jij een ander behandelt, wil je zelf toch ook niet behandeld worden. Dus als je vreemd gaat, maak je diegene zijn hart kapot. En dan zo, dat wil je toch ook voor jezelf ook niet? Ik wil even wat zeggen hoor. Want ze zeggen, hoe jij behandeld wil worden, zo wil je dat, ik weet niet wat ze zeiden precies. Maar luister, wanneer ik iemand dump voor iemand anders, wil je dat? Wil jij dat? Wil jij dat? Nee toch? Ze zeiden... Ja, maar dan heb je me tenminste gedumpt. Oké, dus ik kan vreemd gaan. Daar heb je gedumpt, dat is nee, klaar. Nee, maar wacht even. Ik kan vreemd gaan of ik dump je, toch? Voor iemand anders. Dan maar wil je dat? Me, toch? Maar wil ja, dump je. Ja, dump je. Oh mijn god, dat was er toch ook. Dan dump je me toch, dan heb je de ander. Maar zeiden ze niet? Zeiden ze niet? Als ik het doe, dan kan je, of jij, als jij het doet, kan je het ook verwachten. Dus er is een goede reden om vreemd te gaan. Oké, er is geen reden. Maar jij gaat het ook doen als ik het ook doe. Als is toch een goede reden? Is toch een goede reden? Is een reden. Is een als reden. Ik het doe, doe jij het. Het is een goede reden. Het is geen reden, maar het is payback. Fout. Kennen jullie X-factor? Het is payback. X. Gone. Mag je spullen behouden van je ex? Ja? Waarom zou mijn partner leren nodig hebben van haar ex? Waarom? Mijn hoodies houden niet warm. Mijn joggingbroeken zitten niet lekker. Mijn pet kan ze niet op haar hoofd doen. Ik kan geen ring voor haar kopen. Ze heeft niks nodig. Voor mij mag je alles houden wat ik ook kan dragen. Dat heb ik er ook profijt aan. En waarom zou ze het überhaupt willen houden? Het is alleen maar gedacht aan die ex die minder waard was dan ik. Want je bent nu met mij die meer waard is. Hier en hier. Klaar. Ze heeft het niet nodig. Ze heeft mijn hoedjes. Sowieso mag dat. Het is maar materiaal. Wat moet je ermee? Ik heb nog steeds twee shirts voor een ex van me. Hey, ik draag het nog steeds die hoodie, maar thank you daarvoor, echt waar. Zeg jullie eerlijk, als zij voor mij een Gucci schoen hebt gehaald en eindstand, het gaat uit, ik pep het nog steeds. Ik zie haar op straat bij Dam, ik zwaai nog naar de, ik gooi mijn voet omhoog. Ik gooi nog mijn voet omhoog. Ik zeg je wel eerlijk, als hij zegt van hij wil het terug of zo, dan nog alle respect, nog alsjeblieft. Dus maar teruggeven? Als hij zegt van het is uit, ik wil mijn shit terug. Ik blokkeerde van alles. Ze gaat me nooit meer vinden. Luister. Laat me wat uitleggen. Wacht. Ze mag helemaal niks dragen van mijn ex. Niet eens van mijn ex, sorry. Ik zeg het verkeerd. Ze mag niks dragen van haar ex. Helemaal niks. Luister, als ze iets heeft, ik zeg het, gooi het weg. Ik koop een nieuwe voor jou. Pardon? Luister, als jij een Prada pata aan hebt van je ex... Ik zeg, gooi het weg, babes, ik koop een nieuwe voor jou. Ik ben zo. Ik koop een duurdere. Waarschijnlijk niet. Maar ik koop een andere voor jou. Hoor je toch? Ik wil niks zien van jouw ex. Ik moet je aankijken van lieve schat, je auto is prachtig. Maar fuck, hoe weet je dat het van de ex is? Ruiken het. Hoe weet ze het? Als ze me vertelt, dan weet ik het wel. Maar ze zal niet zomaar zeggen tegen je. Maar natuurlijk wel. Ik zou toch gewoon vragen van, hé, zes wanneer heb je die schoenen? Waar heb je het gehaald? Hoeveel heeft het? Maar ze heeft het al lang. Ze heeft het al lang. Hoe weet jij dat zij het heeft? Ik vraag het. Waarom ga je bij elk kledingstuk vragen van natuurlijk waar ze het heeft? Natuurlijk niet. Bij de bijzondere dingen. Als ik zie van, hé, je draagt elke dag die arme man. Ze kan niet zo graag zeggen. Ik ga dan vragen van, waarom die arme man? Heb je het van je oma gekregen? Heb je het van je ex gekregen? Of van je neefje? Kun je niet, vraag gewoon. Anders? Gooi het weg. Ik pak die prullenbak voor je. Ik gooi het zelf weg. Ik heb gelijk, man. Kijk, als je die daily paper van je ex hebt gepakt en ik pas het. Hé, geef wat aan mij. Begrijp je? Deze ex. Ik heb
niks te maken met je ex. Dus, ik zie hem, ik geef hem op mijn smaak aan broer. Hey. Die trui was goed, man. Hey. Die trui houdt me warm. Wat? Hey. Is het goede dag, man. Hey. Het is winter, hou op. Hey, ja, maar precies mijn maat gekocht, maar je wist het al, hè. Ik kan in de toekomst kijken dat het mijn trui zou worden, hè. I like Jesus, your surface. Man. Jezus. I like your surface. Thank you. Hoezo? Luister. Wat? Luister. Ik ga je gewoon simpelweg uitleggen. Het maakt mij niet eens uit. Ik heb ook... Waar ze? Ik zal het dadelijk waarschuwen, je gaat zien. Dat waren hete stellingen. Ik kan niet aan, ik krijg het helemaal warm van. Maar ja, kijkers, als jullie deze Q&A lid vonden, kunnen jullie abonneren op het YouTube kanaal hieronder. Quattro by Facts, toch? Zeg gelijk in de comments wat jullie favoriete stelling was. En toch, misschien kan ik er wat mee. Voor nu, kijkers, ik ga even wat eten. Ik heb honger gekregen van die hete stellingen. En next time. Quattro dingen, toch asseke. Who we introducing? Who we introducing?